Daniel, het geloof kwam eigenlijk pas toen jij erin kwam. Of toen 2-0 was, zo je wilt. Dat zal er van de zijkant misschien zo uit hebben gezien. Dat kon ik niet zeggen. Maar ik denk wel dat we over het algemeen de tweede helft beter in het spel zaten dan de eerste helft. Hoe kijk jij terug op die eerste helft vanaf de bank? Is het raar dat de ploeg zo begint die zo'n ongeslagen reeks achter de rug heeft? Raar. Het is, we hielden de ballen niet echt lekker vast, denk ik. Dus Heracles had met name de bal. En als je dan zo speelt, dan moet je zorgen dat je eventueel met counters iets kan uithalen. En dat ging niet zo goed. Maar nogmaals, de tweede helft zag er beter uit. Hoe was het voor jou? Je eerste minuten sinds hele lange tijd, hè? Klopt, het is echt al een jaar geleden. Dus, 19 januari hoor ik. Klopt, dus langer dan een jaar geleden eigenlijk. Maar het is wel fijn om weer op het veld te staan. Al is dat wel bitter dat je dan verliest. Maar goed, ik moet het ook niet allemaal in één keer willen. Het is in ieder geval positief voor mij dat ik weer aan het spelen toe kom. En ik hoop dat de ploeg ook snel punten gaat pakken. Was het onwennig? Viel wel mee, maar natuurlijk, het moet nog even ik moet nog wat wedstrijdritme opdoen. En dat kan je niet na een jaar niet gespeeld te hebben in één keer terugkrijgen. Dat zal misschien een wedstrijdje of twee duren. Ja, goed, we hebben in ieder geval een sprankje gezien van wat je RKC te bieden hebt. Wat is je eerste indruk bij deze club? Leuke club. Goede mensen voor mij, voor mijn gevoel. Ik ben goed ontvangen. Ik heb een goede indruk. Het wordt een hels karwei, hè? Erin blijven. Tot een aardig half jaar. Nou, het wordt een klus, zware klus, absoluut. Maar ik denk dat niemand ervoor wegloopt. Ik ook niet. En we hebben een aantal jongens die nog fit moeten worden, waaronder ik. Maar hoe sneller, hoe beter. En ik denk dat we toch echt wel wat te bieden hebben, het tweede seizoen zelf.